Wat is er in die 48 uur nog meer gebeurd, behalve dat de directeur is ingelicht toen? Ja, die directeur is ingelicht. Die heeft een paar uur nadat hij ervan op de hoogte was, de voorganger van mijn gemeente destijds gebeld. Ik ben daar toen naartoe gegaan. Ik woonde op dat moment ook in een broederhuis in Sliedrecht. Die voorganger die zei van, je kunt daar ook niet meer blijven wonen. Want er zitten andere mannen. Want dat is de kat op spek binden. En goed, we gaan nu nog deze avond, ik neem een broeder uit de broederraad mee, dan gaan we naar je huis. En pak je koffer maar. Je krijgt een uur om de boel in te pakken en om dat huis te verlaten. Dat heb ik gedaan. Werd er ook echt gezegd een uur? Ja. Of werd er gezegd, hey, we gaan gewoon even die spullen halen. Zullen we dat doen? Vind je dat goed? Ja. Nou ja, goed. Het lijkt alsof je wordt afgevoerd of zo. Ja. Dat is het beeld wat ik nu krijg. Ik pakte mijn koffer en ze zouden daar goed daar naartoe gaan. En ze stonden gewoon bij de ingang op mij te wachten tot ik klaar was. Hoe voelde dat? Nou ja, dat ik dus snel mijn spullen moest pakken. Ik moest uit die situatie. Ik moest daar weg. En toen ben ik s'avonds om 11 uur, ik weet het nog heel goed, dat ik in de stromende regen in mijn auto stapte. En toen ben ik naar huis gegaan. Of naar mijn ouderlijk huis. En daar zaten mijn ouders te wachten. Die wisten het ook al? Ja, mijn ouders die wisten al dat ik in behandeling bij Different was. Oké. Maar die wisten het niet natuurlijk dat het op deze manier was geëscaleerd. Maar die hebben mij met open armen ontvangen. Toen de volgende dag heb ik nog een telefoongesprek gevoerd. En toen zei iemand tegen mij aan de andere kant van de lijn van John, ik ken iemand anders. Die had ook een bloeiende bediening. Maar die kreeg kanker. En daarmee werd bedoeld, als jij zo doorgaat, krijg je ook kanker. Dan gaat God zijn straffen. Dat was direct het gevoel natuurlijk wat dat bij me opriep, zo'n opmerking. Toen viel bij mij echt de doek. Toen werd het heel, heel donker. Hoe donker? Toen werd het heel, heel donker. Toen heb ik de kamerdeur heb ik dicht gedaan en ik heb gebonst tegen de muren. En ik zei, God, het is allemaal over nu. En alle fundamenten van mijn leven waren toen weggeslagen. En het enige wat ik over had, was God. En ik zei, God, alsjeblieft, laat me iets van licht zien dan. En dat heeft God gedaan. Hij heeft licht laten zien. Alsof hij tegen me zei van John, mensen kunnen je nu afschrijven. Kunnen je als een prop papier wegschieten. Maar ik hou van je.